het Hindustan zeggen ze himmate mard madate khuda. Dat is wanneer als je durf hebt de help natuur jou ook. In Ikeri werd vroeger droogland rijst geplant. Na 1873 werd de natte rijstbouw ingevoerd door immigranten uit Brits-Indië en Java. Deze sector is nu uitgegroeid naar 2500 boeren die niet alleen de lokale markt voorzien, maar ook exporteren naar 20 landen in de Caribische regio. Per jaar is dat 67.000 ton aan rijstexporten. Voor de lokale markt blijft er genoeg over om als hoofdvoedsel te dienen. Maar welke productieprocessen ondergaat rijst voordat het gekookt kan worden? Bij Sharin's Rice in district Nikeri krijgen wij dit verwerkingsproces te zien. Mijn naam is Mahawat Khan, is de familienaam. De voornamen zijn Mohammed Liaquat Ali Khan. En wij staan nu hier op het complex van NV Sharin Landbouwmaatschappij. Dat is aan de linkeroever, nummer 7 van de Nikeri rivier. Okay. Kunt u ons vertellen wat nu in het rijstveld gaande is? Nou, twee tractoren zijn daar bezig te ploegen. Wij zeggen, je hebt twee soorten ploegen. Je hebt dishplows, dat zijn gewoon van die drie schijven. Maar dat zijn grote schijven en die gaan behoorlijk diep naar binnen. Diezelfde tractoren, als het niet goed geregeld is, kunnen niet eens trekken. Maar wat ze nu doen, dat is ook ploegen, maar ze noemen het rommelploegen. Die gaat wel een beetje naar binnen, diep, maar zeg maar een 6 duim of 8 duim. Maar die dischijven, die gaan helemaal tot 10 tot 12 centimeter. Ja, en waarom moeten ze dit dan doen? Je moet ploegen omdat je weet, als je wat gaat planten, zet maar tomaten of boulanger of wat dan ook, moet je toch omspitten. Dan moet je ook, wanneer je paddy gaat zaaien, ook omspitten. Maar je gaat niet met een omspitvork of zoveel hectare kunnen. Dan ben je jaren bezig. Dus dan ben je met een tractor bezig die snel voor je doet. En wat heeft er vanmorgen plaatsgevonden hier? Nou, we hebben een beetje paddy die we moesten oogsten. Die was nog niet helemaal rijp om te oogsten. Dan hebben we dat gelaten een week lang. En nu hebben we vanochtend dat hebben we afgeoogst en dan stro gebrand. Die stro, die moet je branden. Anders kan je niet ploegen. Want als hij heeft vromuna machine door. Dus dat moet je dan, je moet branden. En dan dat is gebeurd hier. Hoe groot is uw areaal? 1000 hectare. 1000 hectare. Dat is heel erg groot. En als u zo hebt geoogst, hoeveel balen paddy haalt u uit de Nou, elk seizoen is het verschillend. Je bent afhankelijk van een heleboel factoren. En je bent ook afhankelijk van het weer. Zon, regen. Heb je water nodig, soms heb je te veel water. Dus het is afhankelijk van het weer. Dan kan je zeggen, nou, ik heb van het seizoen 70 balen paddy per hectare gehad. Volgende seizoen heb je maar 53 balen. Sommige seizoenen heb je 80 balen. En weer andere seizoenen heb je 40 balen. Dus het is afhankelijk van het weer. Hoeveel kilo paddy zit in een bal? Nou, als je als opkoper koopt of als je verkoopt, dan moet je 79 kilo verkopen. Dat is een bal paddy. Nat. En als het droge paddy is die je gaat kopen bij een verwerker, dan koop je 70 kilo. Dus als u ons zo vertelt, dan weet u een heleboel over het verwerken, het planten en het verwerken van rijst. Maar kunt u ons ook vertellen, hoe bent u op het idee gekomen om rijstproducent te gaan worden? Luister. In mijn jonge jaren, 7 jaar oud, was ik al tractordriver. En dan ging ik met mijn vader naar onze rijstveld in Nanipolder. Daar hadden we 8 hectare. Dan gingen we daar. En ik was 7 jaar oud, piepjong. Ik moest naar school en dan ging mijn vader me brengen om 2 uur in de ochtend.
tot 6 uur 's morgens. Dan kwam ik thuis douchen en weer naar school gaan. Dus zo ben ik begonnen in de reisbusiness. En later ben ik gegaan naar Nederland op school. En dan ben ik met vakantie teruggekeerd. En mijn vader vond van het is te zwaar voor hem om die kinderen te verzorgen, alleen te werken en dat soort toestanden. Of ik niet achter wil blijven. Ik hoef niet meer terug te gaan naar Nederland. Ik zeg oké. En mijn begin kreeg ik dat luister. Ik heb veel van mijn vader over. Ik van die schreef mijn afgo. Ik hoef geen ingenieur te worden. Toen ben ik gebleven. Ben ik gaan werken bij Suralco. Want mijn vader was bezig met koeien en zo. Hij was een veehandelaar. Ben ik gaan werken bij Suralco. Maar hij bracht vee naar de stad en ik woonde aan de Richard Vollerestraat. En elke keer was die pick-up kapot en hij was niet technisch aangelegd. Dus hij wist niet wat hij moest doen. Dan moest ik soms zondag komen naar Nikeri samen met hem weer weg te gaan. Dus als hij problemen had onderweg, dan ging ik hem helpen. Maar op den duur zei hij van Bita, je werkt voor Suralco, je werkt voor een baas. Dat geld wat je hier verdient, meer dan dat kan je verdienen met die handel. En toen heb ik gezegd, is goed. 1 december 1973 heb ik ontslag genomen bij Suralco. Ben ik gekomen aan Nikeri. Wat voor producten produceert u allemaal? Dus u, als u die paddy oogst, zijn er bijproducten toch? Ja, die paddy ga je oogsten. Ja. Dat is hier. En als je hebt afgeoogst, dan moet je hem afvoeren. Dan breng je naar de molen. En ik heb 2 molens gaandeweg gekocht. En als je dan die molens brengt, dan ga je hem drogen. Als je klaar bent met drogen, dan ga je pellen. En dan ga je als je pellen, dan heb je cargo rijst, breuk rijst. Als je gaat pellen tot wit, dan heb je ook slijpmeel en gruis. En dat zijn bijproducten. Dan verkoop je alles. Sommige mensen willen slijpmeel voor hun doksen. Anderen willen gruis voor hun doksen. Anderen willen voor hun kippen. Sommigen willen voor hun koeien. Zo heb je en zo gaat het. Ja. Bent u tevreden met alles wat deze business voor u heeft opgeleverd over de jaren heen? Nou, toch wel. Ik mag niet te ondankbaar zijn. Maar het kan beter. Je hebt geen geld om te importeren. 1, je hebt mogelijkheid om te produceren. Maar je wil je ogen dicht maken als je richting Nikeri moet kijken. Ik zeg, richting Nikeri en richting Koroni moet je blijven kijken. Want die zijn de 2 districten die voeding op tafel gaat zetten. Die Koroniaan moet je niet denken dat hij rijst moet doen. Hij kan ook tomaten doen, andere dingen doen, groente en dat soort toestanden. En die keer die kan rijst doen, dan heb je je voedsel in. Wat voor machines heb je allemaal nodig om nou, op zo'n grote schaal bezig te kunnen zijn? Je moet tractoren hebben, je moet waterpomp hebben, je moet genoeg ploegen hebben, combines hebben, graafmachine, bulldozers. Al dat soort machines moet je hebben om alles in stand te houden. Want wanneer je moet egaliseren, moet je een dozer hebben. Wanneer je water moet oplaten en het regent niet, Nani Swamp heeft geen water en zo, Wakai gaat pompen, dan moet je verder pompen. Dan maak je je rijstvelden nat, je zet het onder water. En wanneer je bijvoorbeeld hebt gezaaid, je wil water aflaten, dan moet je die kokers los opengooien. Het water stroomt weg en gaat het naar de rivier toe. Ja. En om dat in handen te hebben, moet je ook waterpompen hebben. Oké. En alles wat u hier produceert is voor de export? Nee. Het is voor de lokaal en export. Deel gaat naar Jamaica. Een deel gaat naar Frans-Guyana. Een deel gaat naar Paramaribo, een deel blijft in Nikeri. Dus Jan en Alleman leven ervan. Jullie hebben gezien, gisteren hebben we gekeken op het veld waar die trucks worden gevuld door die combines. En dan rijden ze van daar naar hier, ongeveer 30 kilometer. Dan wordt die daar gewogen.
gaan ze hier achteruit en hier dumpen. Of ze gaan naar die andere bocht. Als daar vol is, dan wordt hier gedumpt. En als hier vol is, dan wordt daar gedumpt. Je hebt vier drogers. Soms heb je eentje is out of order, is buiten werking. En soms heb je beide zijn goed. En soms heb je allemaal zijn goed. Maar het blijft, het hangt af van de situatie. En als het hier gedumpt is, dan wordt het door die elevator naar boven meegenomen. En boven heb je een kettingbaan. Dan valt het daarin, dan wordt het daar meegenomen. Dan gaat het in die kamers waar het gedroogd wordt. En die branders zijn daar, één is daar en één is hier. En als we naar binnen moeten lopen, dan moeten we even hier vragen aan de jongens even open te gooien. Dan kunnen we hier binnen lopen. Het is nu oogstseizoen, hè? Jawel. Van wanneer tot wanneer loopt het oogstseizoen? Tegenwoordig, als je goed wil doen, dan moet je begin september, eind oktober, is het oogsten. Dan reken je terug 100 dagen, 110 dagen, dan is dat inzaaiperiode. Maar wat zien we gebeuren? Mensen hebben geen geduld. Als ze laat zijn met inzaaien, toch gaan ze inzaaien. Al gaan ze in regen oogsten, dan gaan ze klagen. Maar dan moeten ze toch weten. Als je jaar in, jaar uit aan paddy doet, dan moet je toch weten wanneer is droogperiode, wanneer is natperiode. Maar als je dat niet in acht neemt, dan heb je altijd problemen. Ja. Abo? Oké. Schafte juren ook. Hoor ik allemaal in de schafte. Wat hier is, is saizaad. Geproduceerd door onszelf. Die elite saizaad nemen we bij Adron. Ze geven je niet meer dan 800, 900 kilo. Dan moet je dat vermenigvuldigen. En als je dat hebt gedaan, dan kan je verder uitzaaien. Ja. Dus dat hebben we hier voor het hele bedrijf. Oké, wat is het verschil tussen saizaad en de paddy die we net hebben gezien? Nou, saizaad wordt gedroogd tot 12% vocht. En je laat hem een beetje meer rijpen in het veld dan normale consumptie paddy. Dus hij blijft een paar dagen nog meer, zeg maar 6-7 dagen. En dan is hij helemaal rijp. Dan breng je hem hier, dan ga je hem drogen tot 12% vocht. Normaliter moet het 14 zijn, maar saizaad moet zijn tot 12%. En dan, als hij gerust heeft een 6 weken, dan wordt er getest of het groeit of niet. Zij doet het. Dan testen we, dan kan ze zeggen, oké, hij groeit zoveel procent. Je neemt 100 korrels, je laat groeien. Wat niet groeit, 1 of 2 korrels of 10 korrels groeien niet. Dat wil zeggen, 10% groeit niet. 1 korrel is 1%. Dus zo testen dan. Zegt van, nou, hij is goed, hij is niet goed. Ja. Dus, en we hebben saizaad hier dan opgeslagen. Kunt u ons uitleggen wat het verschil is tussen paddy en witte rijst wat we in de winkel kopen? Ja, is geen probleem. Je hebt een proces, gedroogde paddy, die ga je pellen. Je kan pellen tot cargo rijst en dan kan je direct slijpen tot, of polijzen tot witte rijst. Hier doen wij alleen cargo, want dan moet je polijzen en dat soort dingen. En dan heb ik mijn reden waarom ik het hier niet doe, maar ik ga het niet zeggen natuurlijk. Dan gaat het van hier naar de andere molen, dan wordt het daar gepolijst tot witte rijst. Maar daar heb je ook een molen die van paddy tot witte rijst kan maken. Dus dat is op zich geen probleem. Maar als je cargo hebt, dan heb je nog geen slijpmeel. Je hebt nog geen kruis als zodanig en breuk. Maar als je gaat slijpen, dan heb je meer breuk, meer cargo en dan meer kruis. Kruis zijn van die fijne dingen, ga je straks laten zien. En dan breuk heb je die halve korrels.
Dat is wat men in het binnenland het meest gebruikt. Hè? Ja. Maar dat is wat jullie kopen in de winkel en eten. En je hebt ook een andere situatie. Die mensen zeggen parboiled rijst. Dat is van die bruine rijst. Maar je hebt 2-3 soorten parboiled rijst. Je hebt een lichtbruine, een donkerbruine, een mediumbruin. Dus dat hangt van de molenaar af. Nou, in Nikeri is bij uitstek een paddy district. Een district waar rijst wordt verbouwd, of paddy wordt verbouwd en dan wordt rijst geproduceerd. Dat is het enigste mogelijkheid die je hebt in Nikeri. Je kan geen bankemployé worden, want er zijn weinig banken hier. En je hebt geen arbeiders nodig bij die banken. Je kan ook niet bij Telesuur gaan, bij waterleiding gaan. Er is maar geen werk hier in Nikeri. Dus het enigste is wat je dus paddy kan produceren en verwerken en verder verkopen. Dat was het meest makkelijkste wat je kon doen. Maar niet iedereen is in staat en niet iedereen wil dat doen. Sommige kinderen willen niet in toko-toko gaan. Je kan veeteelt doen en je kan paddy verbouwen. Dat is het meest gangbare in Nikeri. En Brokopondo bijvoorbeeld, dan ga je geen paddy verbouwen, daar ga je goud graven. Je wil zoeken goud te dappen. Want dit land is verdeeld. Daar heb je olie, daar heb je bauxiet, daar heb je goud, daar heb je rijst. En als je in een buurt bent waar wat geproduceerd wordt, dan ga je daaraan beginnen. Qua studie, werkt u misschien vroeger voor een werkgever? Jawel. Ik heb gewerkt vroeger voor Interbeton. Dat is mijn werkgever geweest. Daarna Suralco. En daarna eigen business. Oké. Dus u heeft een technische achtergrond. Wat is Ik ben van de lagere school. Vroeger had ik 7e klas in steden van 6e klas. Na mijn 7e klas had mijn vader mij gestuurd naar Paramaribo. Dan bleef ik bij mijn neef Ataullah thuis. En dan ging ik van Nieuw-Charlesburg lopend vanaf de Soekwastraat naar Seniastraat. We waren zo arm dat ik niet eens een zuurwater kon kopen. En dan ging ik daar lopen. Dan heb ik dan de ULO school eerste klas gedaan. ULO school aan de Seniastraat. Tegenwoordig heet het Bino Biwa school, dacht ik. Daar was ik in de eerste klas en toen wilde ik niet meer dan Milo en dat soort dingen. Ik wilde naar technische school. Heb ik examen afgelegd voor de technische school. Ik en een jonge Wilnis waren geslaagd van de 150 leerlingen die hadden gedaan. 2 van ons waren geslaagd, de rest was allemaal afgewezen. En vandaar ben ik gegaan naar de technische school. Toen heeft mijn vader samen met meneer Van Genderen, Alton Van Genderen toen, afspraak gemaakt dat ik in een internaat van sociale zaken, Slaans internaat aan de Katleerstraat, daar mocht blijven en naar school gaan. Ja. Zo was ik daar op school, technische school. Ik heb machinebankwerkerij gedaan. En toen ik klaar was, ben ik weer gekomen naar Nikeri. Ik moest een jaar hier blijven. Werk zoeken kan je niet vinden. En dan naar Holland gaan was een groot probleem. Er was geen geld, mijn vader was arm. Dus langzaam heb ik gespaard en dan ben ik na een jaar naar Holland vertrokken. Ja. Dan heb ik in Nederland gewerkt bij Gebroeders van Zwaai. De baas was een bakker, maar hij had in Suriname gewoond ook. Hij had ook voor Gebroeders van Zwaai gewerkt hier. Maar daar was ik gewoon bankwerker, machinebankwerker, constructeur. En dan vandaar ging ik s'avonds naar school, avondschool, HTS. Eerst moest je een burgklas doen en daarna dan was je hier toegelaten. Dan was ik op de HTS, werkte bij bouwkunde. Maar ik had nauwelijks 2 jaren daar
de HTS gedaan. Ik was niet klaar, ik was over van de eerste. Van brug naar eerste, van eerste naar tweede klas. En toen kwam ik naar Suriname een beetje met vakantie. Want daar werkte ik, dus ik had geld, want ik vliegde naar Suriname. Toen kwam ik hier, mijn vader begon te huilen. Hij zegt, het is te zwaar voor mij om die kinderen op te voeden. Ik moet alleen werken. En dan ga je weer naar Holland en je bent de oudste. Zo, je weet hoe het gaat bij Hindustanen. Als je de oudste bent, dan ben je als het ware tweede vader. Toen ben ik gebleven. En ik zeg, pa, als ik blijf, dan moet ik werken toch. En zeg, ja, is goed, dan kom je samen met mij in de veehandel. Of je wil wat anders doen. Ik zeg, ik wil werken bij Suralco. Toen zei hij, is goed, kijk of je daar een werk kan vinden. Ik heb gesolliciteerd bij Suralco. De eerste dag hebben ze me direct aangenomen. Daar had je een Amerikaan, maar die was van oorsprong een Duitser. Die heeft mij in dienst genomen als onderhoudsmonteur van stoomketels en waterturbines. Ik heb daar 3 jaar gewerkt en toen dacht ik, nou man, dit is ook niks voor mij. Toen ben ik naar Nigeria gekomen in 1973. Precies te zijn 1 december 1973. En dan ben ik hier begonnen te werken met mijn vader samen. We hebben 2 tractoren gekocht bij de Vries. En Sumita was minister van LVP. Hij heeft dan percelen uitgedeeld in Europolder. En ik heb veel werk gehad met mijn tractoren. Zo begon ik te werken. En ja, we hadden de volle dag daar. Mijn vader was bezig met zijn veehandel. Ik was bezig met mijn tractoren. En zo ging het maar. Alleen bracht ik die koeien voor hem naar de stad met mijn eigen pick-up die ik had gekocht bij de Vries. Een Mazda, 2 ton, en die bracht ik naar de stad. En dan gingen zo vader en zoon werken. Totdat hem werd gevraagd een keertje door de minister van LVP of hij niet een groot land wou areaal wil nemen. Toen zei mijn vader, meneer Minabi Moni, meneer Mam Bikin. Hij dacht, nee, neem en dan ga je kijken wat je kan doen. Hij heeft ja gezegd. En dan zijn we begonnen ermee. Eerst is hij gegaan. Mijn vader was een beetje een moedige man. Hoeveel arbeiders heeft u in dienst? Nu? Ja. Plus minus 100. 100 arbeiders? Ja. Ja. En een deel, waar werken ze allemaal? Een deel hier, een deel in andere molen en een ander deel op Rijsveld. Oké. Ja, ja. Het is best wel een groot bedrijf. Nou ja, wat is groot? Er zijn andere bedrijven veel groter. Maar moet je heel veel offers brengen om dit in stand te kunnen houden? Natuurlijk. Met de huidige situatie. Wat voor offers brengt u zoal? Je moet tot laat werken. Vroeg beginnen tot laat werken. Je moet inslikken dingen van mensen. Allerlei politieke dingen komen op je af. Jij bemoeit niet met de politiek, maar de politiek bemoeit met jou. U zei net van, u heeft heel wat offers moeten brengen. Ja. Maar hoe ziet een productiedag van u eruit? Nou, schema voor de dag. 'S morgens sta je op. Je moet niet denken dat je veel gaat kunnen eten. Nee. Een broodje, een koffie en zo moet je weg. En dan ga je kijken naar je molen. Gaat alles goed? Ja, alles is goed. Naar die andere molen die het gaat. Daar rij je naar Hena, waar het reisbedrijf is. Daar moet je kijken welke tractoren hebben ze kapot gereden. Welke ploeg hebben ze kapot gereden. Welke combine heeft een probleem. Dus je bent constant bezig. De aanhouder wint als mensen die niet begrijpen. In het Hindustan zeggen ze, himmat emmer de madat ek khuda. Dat is, wanneer als je durf hebt, dan helpt natuur jou ook. Maar je moet durf hebben en je moet doorzetten. Niet de eerste keer heb je verlies geleden dat je spirit brokken. Nee, doorgaan. En eerste, goed op tijd zijn overal. Met de tijd geen grappen maken. Afspraak is afspraak. Je moet niet afwijken van je afspraken. Als je wil hebben dat een directeur van een bank of een of ander business jou vertrouwt, moet je alles wat je afspreekt nakomen. Dat zijn belangrijke dingen. Als je bijvoorbeeld
iemand jou belt en zegt, we willen even bij je langskomen, dan moet je niet zeggen, nee, minapting. Zo gauw je geen tijd hebt voor iemand anders, ben je een verloren mens. Je moet tijd hebben of je moet zeggen, ik kan je morgen niet ontvangen, ik heb andere dingen te doen, kom maar over morgen. Wanneer die jongeren denken van, man, niet wat doe je je business, ik ga voor een baas werken. Het is niet slecht op zich, want niet iedereen kan ondernemer worden. Het zou mooi zijn dat heel Suriname ondernemer zou zijn. Wie zou voor wie werken dan? Dat is ook een probleem. Dus het is niet iedereen gegeven om baas te zijn. En je kan ook niet altijd baas worden. Soms moet je gewoon ondergeschikt zijn.